Het ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de PAHO Suriname een consultatieworkshop georganiseerd, getiteld Consultation on Alcohol Policy and Action Plan. Het doel van deze consultatieworkshop is het ontwikkelen van een nationaal alcoholcontrole- en actieplan ten einde het alcoholgebruik in Suriname terug te brengen. Ook willen de organisaties met deze workshop consensus bereiken over de volgende stappen ten aanzien van de uitvoering van het beleidsplan. Volgens minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is alcohol altijd een interessant onderwerp om over te discussiëren. Hij geeft verder aan dat het overtollig gebruik van alcohol negatieve effecten kan hebben op de productiviteit van ons land. Aan de andere kant is er een vrije markt waarbij ondernemers vrij zijn om alcohol te produceren. Als voorbeeld haalt hij aan de SAB, waar we erg trots op zijn. We hebben entrepreneurs, we hebben onze eigen alcohol en beverage company, which we are very proud of. It produces local alcohol with export capacity and potential. And it's up to us as legislators, government, stakeholders to look at the production capacity and the employment possibilities, but more important to protect society with this policy. We're committed to work towards prevention and control of NCDs and reducing the related risk factors. Within our National Action Plan for NCDs 2015-2020, reducing of harmful use of alcohol is a priority. Minister Pengel hoopt dat uit deze workshop, nationale consultatie over het alcoholbeleid en actieplan, een breed geaccepteerd alcoholbeleidsplan kan uitrollen. En dat er samen met het ministerie van Justitie en Politie aan de controle gewerkt kan worden. Ook spreekt hij de hoop uit dat de samenleving zich aan de regels houdt.